Vandaag ben ik op bezoek bij Wim Wandje in Slot Zuil. In Slot van Sterke Vrouwen onder andere. En allemaal dankzij deze madame stiet het hier allemaal, madame de Reden. Nou, ga een rondje maken. Gooi met. Het is net een en ander nostalgie. Ik weet nog dat ik hier kwam, ook op bezoek met de andere dienstpersoneel. Oh, de ketellapper is ook geweest. Heeft hij netjes gedaan. Mooi. Stond hier lekker te koken met de andere dienstboden. Ja, ik had maar eens in zoveel tijd vrij hoor. Eén keer per jaar kon je een keertje de deur uit. Had niks te zeggen met dienstboden. Maar lekker koekjes in samen bij het wafelijzer. Oh, het is niks veranderd. Oh, hier ging lekker een pannetje lekker koken. Oh, de oven. Nou, dan heb ik ook nog een keer een speenvangetje gestopt. Oh, zit het nu niet meer in. Ja, ik kon hier altijd zo genieten van het uitzicht, het slot, zo lekker op de gracht. En gingen we hier zitten met personeel, lekker gezellig. En gingen we hier thee drinken in het porselein van madame. En nou, dat mochten we natuurlijk als personeel helemaal niet. Maar wat we wel mochten, nou, de kopjes die ooit gevallen waren, dat was natuurlijk zuurig, dat deed je die in de prullenbak. Nee, dan gingen ze krammen. Ook een soort recycling, maar dan anders. Nou, dan hadden we altijd een beetje, wie heeft minst gekramde kop weer? Dan was je toch net iets hoger in de aanzien. Ja, ach. Nou, stiet er nog netjes bij. Het personeel van tegenwoordig is netjes, hoor. Er is geen krammetje bijgekomen. Het favoriete plekje, niet alleen van de dienstbodes, maar ook van de dames. Hè. Die gingen hier lekker een torenkamertje in. Zo knus. En dan lekker roddelen met elkaar. Lekker roddelen over de man, maar ook in de vrijgevochten dingetjes bespreken hoor. Gebeurde hier allemaal, krantje lezen zo met elkaar. Nou, ongelogen waar, dan zit ik nog op de foto. Weet nog dat ik 100 jaar geleden hier op bezoek was. Gezellig. Ach, zo zijn nog leven. We zijn hier net zo lang totdat alles weer in kannen en kruiken was. Gezellig in het torenkamertje, taartje erbij. Nou, doet me toch wel wat hoor om hier weer te wezen na zo'n lange tijd. Ik wil eventjes alleen wezen. De bibliotheek van Slot Zuil, ik ben helemaal tot mezelf gekomen. Alleen al de rust die hier vanuit gaat. Heel veel boeken, die werden hier gelezen. Maar in Slot Zuilen komt ook Belle van Zuilen. Is hier opgegroeid. En wie was nou Belle van Zuilen? Belle van Zuilen was een adellijk meisje. Groeide hier op en meisjes mochten helemaal niet naar school of zo, maar ze mochten wel colleges bijwonen. Dus ze zat bij wiskunde, bij natuurkunde, bij literatuur, componeren, deed ze allemaal. Maar ze was van adel. En meisjes van adel, ja, die moesten zich gedragen, die moesten niet te veel noten op de zak hebben. Maar Belle van Zuilen wel hoor. Belle van Zuilen die heeft, ging schrijven. En die ging schrijven ook wel hoe het een beetje toeging bij de adel. Daar had ze iets geschreven, dat jong meisje. Le noble. Of het nobel gedrag natuurlijk van de adel. En toen bleek dat een grote, nou haar vader vond grote schande. Ze had natuurlijk een doekje open gedaan. Over en een boekje. Over hoe dat eigenlijk zat onderling en hoe het was voor meisjes en hoe het eigenlijk allemaal ging in de adellijke kring. Nou was een grote schande, dus heeft verboden. Maar Belle liet zich niet stoppen hoor. Belle heeft geschreven. Hele bijzondere liefdesbrieven. Leer je nog wat van over het leven, wat je misschien ook wel
over dingen waar je over nadenkt. Maar ook heel veel boeken als Française. Hè? Later konden die chique dames allemaal Frans. Homer is in de gaten, Le Noble en Belle van Zijl. De eetkamer van Slot Zuil, nou dat was chic. Als je hier werd uitgenodigd als adellijke heer of adellijke dame, dan mocht je hier plaatsnemen in de eetkamer. En dan mocht je eten van het echte Chinese porselein. Dat was zo fijntjes dat madame het zelf wilde afwassen. Want ze was natuurlijk bang dat het personeel het brak. Maar er zat ook nog een andere reden bij, hoor. Ze wilde ook, was heel fijn voor ons, ze wilde ons helpen om te voorkomen dat we ons zouden schamen als we zoiets duurs zouden breken. Nou ja, natuurlijk allemaal om indruk te maken op de gasten. Net zoals die voorouder galerij die hier hangt met alle adellijke voorouders. Nou, Bella had er niet zoveel mee op, hoor. Die vond het denk ik maar gewone mensen, maar prachtig. Maar weer ook gasten om lekker met elkaar hier sociale ontmoetingen te hebben. En dat was in deze prachtige zaal. Man. Kon je naar het bal, kon je met elkaar dansen. En onder de... Nou, als je hier als personeel werkt, heb je hier mooi druk mee met zo'n kroonluchter. Wat zal hier wel allemaal niet beklonken wezen, hè? Tijdens de vals of tijdens de dans. Maar je kunt hier ook je liefde beklinken. Tegenwoordig kun je je trouwen, mag je je ja-woord geven. Voor dit prachtige wandtapijt van Maximiliaan van der Gucht. Ja, mooie naam, was een Hollander. En die heeft dit tapijt heeft hij ontworpen en laten naaien. En door heel veel naaiers, wat weet je hoe lang je over 1 vierkante meter hier deed? Een heel jaar. Nou, laat mij dan maar die lamp poetsen. Prachtig, zo precies gedaan. Nou, als je dat moet repareren, dan ben je er mooi klaar mee. Ik heb toch niet kapot gemaakt. Ik ga snel. Is het niet kapot zo? Oh nee, het is niet te kapot. Wat een avontuur hier, om hier alleen al rond te lopen op zo'n slot. De geschiedenis komt gewoon tot leven. Werkelijk, hoe het hier was, hoe het is geweest en hoe het ook ooit ontstaan is. 1250 was het hier, begon het hier. Nou, als je hier ook op avontuur wil, dat kan, hoor. Dan kun je gewoon met hele gezin zijn, met avontuurtocht. Maar je kunt je ook verdiepen in wat voor tour dan ook. Kunst of het bestek, wat je maar wil zien hier. Oh nee, het bestek is weg. Nou, kom maar snel. Vanaf april kun je hier gewoon iedere dag terecht. Behalve de maandag. En nu nog eventjes ieder weekend. Kom maar lekker. Ik ga hem genieten van de ooievaars. Heb je ze gehoord trouwens? Ja, ja. Mooi, ze kleppen lekker. Tot de volgende keer!